super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesTrue. In deze video gaan we een keer wat anders doen dan een normaal solo potje. Wij gaan vandaag Solid Gold spelen. En Solid Gold houdt eigenlijk in dat je eigenlijk alleen maar gouden wapens kan vinden. Dus eigenlijk heel snel mensen kan killen, want die wapens zijn eigenlijk super overpowered. Jongens, we gaan vandaag lekker naar Reek the Road toe. En ik heb deze skin combo aangezet. Natuurlijk de OG school trooper, de paarse variant. Met natuurlijk een vette backbling, glider en de pickaxe. Alles past bij elkaar. Dus ik dacht van, weet je, met deze skin combo moeten we deze game gewoon klaren. Het moet gewoon lukken. We gaan lekker naar Reek the Road, jongens, toe. Ik moet wel even gewoon gelijk decent wapens winnen. Het enige nadeel, jongens, is wel, ik speel tegen teams van 2. Dus ik ben in mijn eentje tegen teams van 2. Dat is wel inderdaad minder fijn. Oké, een kistje. Nice, oké. Anders heb ik geen wapen. Oh, nice, perfect. En wat shield? Oké, heerlijk. Oké, er zijn al best wel wat mensen naast mij. Oh my god. Dus ik moet wel even de concentratie er gelijk in pleuren, zou ik maar zeggen. Oké, wat hout erbij. Chill. Let's go. Alright, laten we maar even wat mensen lezen. Want die SMG is sterk, jongens. Dus where you at, bros? Volgens mij is hier iemand geweest. Die loopt daar beneden. Hallo vriend. Doei vriend. Oh my god. Volgens mij was die ook solo's aan het spelen. Nice. Full shield. Let's go. Eerste kill is binnen. Echt, je moet echt alle HP hebben die je kan krijgen. Shields zijn zo handig in deze game mode. Want iedereen natuurlijk scars en SMG's heeft, ben je gewoon heel snel dood. Dus oké, let's go. Alright. En deze shotgun is natuurlijk ook pleurensterk. Oh, je bent hier al gast. Doei vriend. Dat bedoel ik. Je schiet dus best wel veel mensen knocked. Want iedereen heeft natuurlijk een eigen teammate. Maar alright, chill, let's go. 2 kills al in de broekzak. Ik moet wel even wat ammo hebben, dankjewel. Shit, deze guy heeft ook geen scar, helaas. Minder fijn. Alright, chill. 2 kills in de broekzak, jongens. Het gaat lekker. Stapje voor stapje komen we er wel. Oké, ja, dat is een teammate. Oh, shit. Lekker hit. Oh, fuck. Oh my god. Hoe kan je nog niet dood zijn, vriend? Oké, let op, spring. Dood, let's go. Chill. Got hem. 3 kills. He, he. En hij heeft een scar. Kijk, dat had ik nodig. En een deal natuurlijk. Oeh, geef hem die allebei maar. Die weg, die hier en die weg. Zo, ai, chill. Oké, we zitten nu wel met een probleempje, jongens. Ik heb niet zoveel mats en ik heb helemaal geen shield. Dat is vooral het kutste. Dus we moeten nu ietsjes rustiger aan gaan spelen, denk ik. Zodat we niet, ja, iedereen gaan pushen. Maar gewoon een beetje rustig aan gaan doen. Ja, van een afstandje kan je wel een beetje schieten. Maar niet dat we in een 1v1 zoals net komen. Maar zoals je ziet, verlies je dan veel HP. Ik hoor iemand glijden. Oh, kut. Zijn we z'n tweeën? Fuck, dit is dus kut. Ik moet nu even een beetje wegrennen. Want ik heb helemaal geen match. Fuck zo, jongens. Oké, even een hekje slaan. Oh my god. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Oké, ik moet alle mensen hakken die ik nu even te snel kan vinden. Oké, volgens mij worden ze ook geraakt van ergens anders. Chill. Oké, ik ga even ietsjes wegrennen, want ik ga dat nooit overleven. Hier zit ook weer iemand. Oh my god. Drukke boel, jongens. Holy shit. Hij heeft shield. Hij heeft bijna geen shield meer. Oh god, hij gaat helemaal omhoog bouwen. Ik heb daar geen match voor, vriend. Oh nice, ik ga hier tussendoor. Waar zit die gast? Ik hoor ook een vliegtuig, jongens. Oké, ik moet heel even rustig aan doen. Hij heeft ook mini shields, jongen. Hoppa, knocked. Afmaken gelijk. Oh shit. Let's go. Ik heb je minis nodig, vriend. Dankjewel. Het is er maar één. Oké. Okay. Het is verrekte druk, jongens. En ik heb heel weinig HP. Dat is wel echt een stukje minder nu. Alright. Ik heb ook niet zoveel mes nog steeds. Shit, sorry. Wat is handig? Wat is handig? Ik moet sowieso iets van mes gaan vinden. Of heals gaan vinden. Dus ik ga even op zoek naar medkit, man. Oh my god. Oh, god, shield. Oh, perfect. Zo. Hoppakee. Chill. Oh my god. 4 kills al. Er zijn al 2 teams uitgeschakeld, jongens. Alright. Zo, even hoesten nog. Maar er zitten nog veel meer mensen hier. Dus ik moet even echt serieus dat HP-probleem gaan oplossen. Ik kan wel... Oh, chill. Apples. Apples. Give me that, man. Dat geeft natuurlijk wel even lekker 5 HP per apple. Per appel. Apple. Ik weet niet waarom ik het zeg. Ja, I don't know. Ik ben een beetje hyper nu, omdat ik heel erg gefocust ben. Jong, jongen. Oké, dit geeft wel even lekker HP'tjes weer. Chill. Alsnog met een scar ben je alsnog gewoon 2 schoten en ben je alsnog bijna dood. Maar hey, we hebben in ieder geval iets erbij, jongen. Daar draait het om. Alright. Ik ga er naartoe, jongens. We gaan naar de actie toe. Let's fucking do this, mate. Volgens mij zitten ze nog steeds op dat winkeltje te fighten. Ik hoor ook een rift. Is die ingenomen? Nee, die staat achter. Die gaat ook hierheen komen, denk ik, man. Oh my god, wat wordt het hier druk in Retail, man? Holy quackamole, gek. Ja, ik zag daar iets gebouwd worden, jongens. Daar zitten ze volgens mij, bij dat metaal. Dus daar gaan we even gluren. Ik heb nu ook wel een decent aantal hout. Oké, let's fucking do this. Hier zit ook nog een appel. Zitten er nog meer? Ja, oh. Perfect, jongen. Hoeveel appeltjes zijn dit, gast? Oh god. Nou, laat me even die appels innemen. Ik schiet niet eens op jou, vriend. Oké, okay, let's go. Chill. Kijk eens aan. 68 HP erbij. Let's get it.
Okay, ik werd best wel hard geraakt. Of bijna geraakt. Oh god. Zij zitten dus daar. Daar ga ik eerst op deze guy, denk ik. Yo, het is mode druk. Hier zitten gewoon letterlijk nog twee teams. Minimaal. Je ziet ze hakken. Dat is één. Waar is zijn teammate? Ah, die heeft nog shield. Fuck, jongens. Alright. Hij heeft sowieso wel een beetje stress omdat hij zijn teammate moet resten. Dus dat is een voordeel voor ons. Hoppakee, en we hebben ze allebei. Je glitst er door die fucking ramp heen, hè? Vriend, doei. Mazzel, geen moment met een normale scar. Ik hou de deagle, denk ik. Oké. Alright, we zitten nu wel heel chill qua match. En guns en alles, dus dat is wel prima. Maar er zitten nog steeds twee man hier. Ik heb best wel wat kills al, hè? 6 kills op kunnen pakken hier. Alright, je ziet ze daar op die berg een beetje lopen. Daar, oh. Ja, ik wou eigenlijk die sniper wel oppakken, maar een deagle is zo handig om in buildwise te gebruiken. Jeetje, wat bouwen hun gek. Ik dacht dat ik ook hier ergens naast iemand nog hoorde. Oké, wat is handig? Ik zit safe. Alleen, ja, ik ben in mijn eentje en hun zijn sowieso met twee man. En ik heb niet heel erg veel match om tegen twee man te fighten. Ik zie een kampvuurtje. Laten we die eerst maar even gebruiken. Ik denk dat ik heel even een beetje af ga wachten, jongens, totdat hun een beetje mijn kant opkomen. Want dan kan je, zeg maar, een beetje inspelen op waar hun heen gaan. Zo, eerst even een kampvuurtje nemen. Zo, even rust in de tent. Even HP erbij krijgen. Ja, het is niet handig om nu te gaan pushen, man. Kijk, als ik alles full match had, oké. En full shield en alles, prima. Maar dat heb ik dus nu niet. En dan is het toch wel een stukje moeilijker. Alright. Chill, 100 HP in de broekzak. Alright, wat is handig. Sowieso wat match hakken. Ze moeten gewoon een beetje retail inkomen, man. Dan kan ik een beetje hun opwachten hier. Een beetje alvast damage doen voordat ze mij zien, zeg maar. Als ik daarheen ga, dan zien ze me sowieso aankomen. Alright, maar 6 kills, jongen. Dat is prima, hoor, voor in een stadje. Holy shit. Ja, Retro is niet de meest bezochte stad in de map. Maar hey, 6 kills is niet al te weinig, zou ik maar zeggen. Het is gewoon prima, decent. Er zijn nog wel maar 24 man over, dus dat is niet zo heel veel. Maar hey, prima. 6 kills voor in het begin. Prima, zeggen we dan. Alright, ik ga even zoveel mogelijk hout hakken. Want ja, ik speel natuurlijk in mijn eentje tegen twee man. Dus ik heb niet een teammate die ook mee kan bouwen. Dus ik moet alle mensen hebben die kan hakken hier, zeg maar. Of in ieder geval zoveel mogelijk. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig. En dan hoop ik dat hun een beetje retail in gaan trekken. Want ze lijken sterk dat ze nog steeds naar lopen te campen, toch? Vriendjes, kom alsjeblieft deze kant op. Want ik ga niet naar jullie komen. Ik hoor een rift, dat is niet hun, denk ik. Ja, ik ga een beetje gluren of ze al mijn kant een beetje aan het opkomen zijn. Ik heb in ieder geval wel 600 hout. Dus dat is wel prima. Ik zie nog niet echt movement hier. Alright, where are you at, bros? Ik denk dat ze nog steeds daar een beetje zitten, man. Dat ze nog steeds op die berg zitten, man. Of ze zitten al misschien hier, dat kan ook. Ik heb werk, geen idee. Ik kan daar wel even een beetje... Nee, ik moet die kant op. Fuck. Ik zie niet echt meer mensen lopen hier, man. Apart. Ik denk dat ze gewoon weg zijn gegaan, ouwe. Natuurlijk, het is een beetje raar dat je daar 10 jaar blijft campen, natuurlijk. Holy shit, hoeveel steen kan je hiervan krijgen? Zo, gast, 67, man. Yo, dat wist ik niet. Holy shit, deze stenen geven veel. Ja, geef maar mij, hoor. Hoppakee, 30, 38. Holy shit. Ja, 69. Lol, oké, let's go. Dat geeft veel hout, man. Dat is, of steen bedoel je. Dat is echt fijn. Dat wist ik niet eens dat dit zoveel hout geeft. Of steen. Sorry, ik zit altijd met hout in mijn ogen. Alrighty then. Oké, even zien. We zitten safe. 6 kills. Ik ga natuurlijk altijd voor de 10. Ja, deze keer is het duo's. Dus misschien kunnen we zelfs wel meer kills pakken. Maar er gaan best wel wat mensen dood. Dus dat is wel jammer. Zo, geven we al die stenen zoveel, man. What the hell? Dat wist ik niet. Dat het zoveel, resources leverde. Alright, chill. Prima. Even denken. Ik moet even mensen gaan spotten, man. Het is een beetje stil hier. Ik zie niet echt veel mensen. Ik ben maar een beetje aan het hakken. Natuurlijk niks mis mee. Want ja, match is gewoon handig. Maar ik wil ook wel even wat actie hebben eigenlijk. Ik ga even naar de brug toe. Kijken of we daar wel mensen kunnen vinden. Het is wel verrekt rustig. Trouwens, jongen, echt, de map wordt heel snel zonder sneeuw, man. Het smelt echt knijtertje snel. Dus dat is wel geinig, ouwe. Ja, ik was wel weer even uitgekeken op het sneeuw. Ik vond het wel een beetje karig eruit zien. Voor thumbnails vond ik het ook nooit echt mooi eruit zien. Het was wel even leuk. Ik was er wel een voorstander van dat er sneeuw in de map kwam. Maar ik heb het wel weer gezien voor nu. Het is wel mooi dat het nu aan het smelten is, man. Dat is wel leuk. Alright, ik hoor een kist. Misschien dat er iets van een shield in zit. Helaas. Oeh, kut. Ah nee, die kleiders nemen we mee. Chill. Toch wel eentje erbij, toch? Alright. Enemies, where you fucking at, bros? Trouwens, jongens, wat vind je van mijn camo? Volgens mij had ik het al gezegd. Ik weet het niet zeker, maar die camo is echt vet, ouwe. Zo'n soort rainbow-achtige camo. Het ziet er echt super sick uit. Dus ik dacht van, weet je, die gaan we aandoen. Ik weet niet, ik vind dat wel vet. Die camo's zijn maar 300 V-Bucks. En dit is ook meer dan waard, vind ik. Camo's op wapens vind ik echt vet. Oké, chill. Alright, ik zit nu een beetje in de woestijn. Hier is ook de safe zone bij Paradise. Dus als het goed is, moet ik hier wel iets van enemies tegenkomen. Hier op de berg is ook gebouwd. Hier ook. Ja, 100% dat ik hier wel wat mensen tegen ga komen. En anders vind ik het heel erg apart.
Ik zie ook helemaal niemand lopen, ouwe. Jongens, waar is iedereen? Misschien op deze... op dit hotel. Kan ook, natuurlijk. Hallo, even aankloppen. Ik heb een kamer besteld, vriend. Maar ik vond hem stinken, dus mag ik even mijn geld terug? Boom! Jammer, oké. Okay. Het is altijd leuk om een soort verhaaltje te vertellen. Ik weet niet, ik ben nu echt dom aan het lullen. Omdat ik gewoon letterlijk niemand tegenkom. Oeh, dat ging mij de fout. Waar is iedereen, gast? Een stad als enige safe. En er zit niemand. Dat is vet raar. Yo, echt. Ik dacht echt van dikke actie hier en daar. En in het begin was er wel echt actie voor. Maar nu is het echt gewoon bleh. Gewoon bruh. Oeh, ze kunnen ook daarboven zitten trouwens. Oké, ik denk dat ik maar gewoon een beetje ga rondhuppelen in de stad. Misschien zit er wel iemand ergens te campen. Oeh, ik kan ook wel dat karretje gaan gebruiken. Zou ik dat gewoon doen? Oké, lekker toeren. Kijk deze auto, joh. Met die rainbow camera. Oh, shit. Fucking lijf. Dat is het echt vet uit, hè. Alright. Kijk of we dit ook een beetje aandacht trekken van enemies. Maakt natuurlijk best wel een herrie. Ik ga ook wel die kabelbaan gebruiken trouwens. Zullen we dat gewoon doen? Fuck it, let's go. Oké, oh, daarboven zitten ze. Oh, er gaat volgens mij een kabelbaan daar om. Ja, ja, ja. Oké, ik hoop niet dat ze mij zien. Ik hoop niet. Oké, ze zien mij. Fuck it, niet snipen, niet snipen. Oké, ze pieken nu niet. Oké, let's go. Oh, launchpad. Die moet ik even beschermen. Hoppakee, even ook hieronder. Zo, zo, die is even beschermd. Die launchpad moet ik houden namelijk. Oh god. Nu hebben ze het op mij gemunt hoor. Nee, 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 niet mijn launchpad. Oh, wat is handig. Hun zitten allebei daar, man. Oké, okay, fuck it. Ik ga het doen. Let's go! Actie! Niet raken. Fuck, ik miste de kabelbaan. Nee! Shit, dat was juist de bedoeling, ouwe. Oeh, slurpie. Oeh, dat is handig. Lol, ik kom hier zo meteen ook weer eens wat tegen. Hoppakee. Neem we die even in. Oké, ik moet die berg opkomen. Ik moet wel even mijn glider shit hebben. Hup, dank u wel. Wat? Oké, hun gaan sowieso vanaf boven schieten. Vieze campertjes, jongen. Wat zijn jullie van plan? Ik ga gewoon omhoog. Oké. Nice, hij werd gesniped. Geen idee door wie, maar super bedankt. Auw. Wat een oekel. Had hij zelf geen shield? Oh, lol. Hij had een mini-shield. Waarom nam hij die niet in? Dat was niet zo slim van hem. Maar ei, oké, we hebben een kill. Jeetje, man. Ja, ik kan zo niet tegen mensen die zo hoog lopen te campen gewoon. Ik vind dat echt helemaal niks. Hij had wel veel steen, dankjewel. Alright, nu hebben wij de high ground. Nu kunnen we lekker vanaf hier mensen gaan begluren. Kijken of we iemand kunnen spotten. Want ik werd ook wel ergens gesniped. Of ik hoorde in ieder geval iemand snipen. Maar ik heb geen idee van waar. Niet op die berg. Oké. Okay. Volgens mij komen ze een beetje vanaf hier ergens. Van de sneeuw. Ja, dat bedoel ik. Lekkere deagle hit. Let's go. Alright. Daar zit sowieso iemand. Zal ik hem gewoon pushen? Dan ga ik op die berg zitten. Ja, fuck it. Laten we het doen. Let's fucking do this, mate. Tudum, tudum, tudum. Grote pot hier. Oh, dat ga ik even innemen. Waarom kom ik de hele tijd zo random van die shields steeds tegen? Allemaal op deze huisjes, man. Ik vind het wel prima. Lekker full shield. Lekker, kom maar door. Alright. Hij loopt nu daarin. Wat een oekel. Hij heeft mij niet gezien, ouwe. Hij heeft mij gewoon niet gezien. Sniper. Alright, is dat... Nee, dat was iemand anders. Oh. Alright. Twee man op één. Oké. Okay. Gaan we het zo doen? Maar die kill heeft een sniper. Daar moet ik wel voor uitkijken. Weer een hit. Oh, die kill is boos. Die kill is boos. Oh, shit. Ik dacht dat iemand naast me kwam. Ja, ik ben een beetje... Ik wil hem wel pushen, ouwe. Want die kill heeft geen shield meer. Oh, nu wel weer. Kut, sorry. Die kill pusht mij nu ook. Oh, god. Are you fucking kidding me? Oh shit. Stress, jongens. Yo. Ah! Oh my god. Oh my god. Ik heb gematcht.
Oh my god, ik moet mijn kampvuur plaatsen, maar dat kan niet. Dat is mijn trap, hè? Chill. Hij mes. Oh my god, hij pusht ook. Doei vriend. Noob. Oh my god. Fuck, mijn kampvuur is weg, jongens. Oh god, hoe heb ik dit overleefd? Holy shit. Holy shit. Kut, ik moet... Oh, zijn loot ligt ook zo ver naar beneden, of niet? Ik moet die kant op. Alright. Oh, fuck. Zo, ik heb even de stress, even de schrik in mijn fucking alles gekregen, man. Holy shit. Oké, even... Oh shit, ik kan nog een mini nemen. Holy guacamole, gast. Oh my god. Sorry, dit was even heftig, man. Holy knijters. De ene keer heb je gewoon niks van actie en de andere keer pleurt het allemaal op je. Wat doet die gast? Yo, dankjewel. Waarom stond die AFK? Gaat skill van mij. Ik moet echt hopen dat hij fucking heals heeft. Volgens mij zag ik daar ook... Ja, iemand bouwt daar ook. Kom op, kom op. Ik moet het halen naar zijn loot. Hij heeft kampvuur alles. Kom op. Beetje stress, jongens. Geef me die benches, dankjewel. Nice. Match voor deze. Oh my god, wat geluk dat die kill AFK stond, man. Holy shit, jongens. Sorry, echt, de stress brengt echt heel erg intens toe. Maar alright. 10 kills hebben we al gehaald. Moeten nog tegen 2 man, jongens. Ik heb geen idee of ze bij elkaar in het team zitten. Het kunnen ook nog 2 solos zijn. Want ik hoor ze schieten. Alright, we hebben in ieder geval weer HP terug. Dat is heel heerlijk. Ja, volgens mij zitten ze op elkaar aan het schieten. Denk ik. In ieder geval zo lijkt het. Oké, ik ga op het hotel zitten. Ik heb er 2 launchpads. Die andere kan ik ook nog bewaren voor zometeen. Oh, fuck. Dat was niet de bedoeling. Oh, dit ook niet. Oh, ik zit vast. Wat? Huh? Nog? Alright. Okay, die gaat er vandoor. Ja. Yeah. Ik denk dat ze niet bij elkaar in team zitten. In ieder geval, dat hoop ik. Eentje loopt achter dit muurtje. En die ander heb ik niet kunnen spotten nog. Maar we weten sowieso dat daar iemand zit. We moeten die kant op. Weer naar waar ik net vandaan kwam. Oké, right. Chill. Ik heb 1 launchpad, dus ik kan gewoon easy dat gaan halen. Het is alleen van, yo... Waar de hel zitten ze, man? Ik ben een beetje bang voor daarboven, dus ik ga even dit inbouwen. Je weet maar nooit waar ze vandaan komen nu. Oké, alright, alright. Oh shit, dat bedoel ik. Fuck it, ik ga op die kill. Alright, oké. Dit wordt nog wel een intense fight, jongens. Dat zeg ik je nu alvast. Ik hoop niet dat die kill maar in mijn nek snijdt. Dat bedoel ik. Ik weet nog steeds niet of ze bij elkaar zijn. Dat is echt mijn vraag. Lijkt erop van wel, maar ook weer niet. Het is best wel moeilijk in te schatten. Die andere gast ben ik weer kwijt. Waarom kan ik hem niet vinden, man? Volgens mij zit hij... Oh, shit. 1 hit, lekker. Waar is die andere gast? Even serieus. Ik moet altijd eerst die andere guy ook zien te vinden. Wil ik een beetje doorgaan met pieken. Oké, ik blijf hier een beetje zitten, jongens. Alright, we zitten safe. Dat is mooi. Het is echt een soort van scrim nu, jongen. Oh my god. Ja, hem. Hij is helemaal beneden. Oké. Snowskin en die guy. Oh, fuck. Shit, ik moet eigenlijk... Oh, ik had eigenlijk die glide systeem shizzle moeten hebben, man. Oké, we zitten allemaal op een kluitje. Ik ga even op zoek naar die gliders. Hebben die ergens hier gedropt of niet? Ja. Oh, perfect. Ja, perfect. Ze zitten allebei... Oké, we moeten die kant op. Alright. Die noskin zit helemaal beneden ergens. Die gast hier zit best wel naast mij. Alleen, ik kan niet echt zien waar. Waar de fuck zit die gast, man? Oké. Oh, daar. Ja. Oké, nice. De laatste. De laatste zit hier. Vriend! Oh, dat was niet de bedoeling. Ik moet allebei naar de safe toe. Wat gaat hij doen? Ik blijf gewoon de hele tijd boven hem zitten. Dat is fucking chill. Oké. Boy! Oh shit! Oh, get fucking owned, bro! Oh shit! Hey! Wat een play, gast, was dat? Oh my god.
Yo, 11 fucking kills, gast. Dit was een ziek einde. Die kabelbaan kwam daar echt op een perfect moment. Au, gewoon dit. En ik had hem gewoon easy fucking going, jongen. Solid gold. Wat een leuke game. Wat is het om te spelen. Echt. We waren zo close bij om dood te... Zo, mijn stem. Ja, ik ben echt helemaal van mijn apropos af, jongen. Holy shit. Gewoon het feit dat ik nog die AFK guy had gekillt met een kampvuurtje. Bandages, waardoor ik weer full HP kan worden. Nou, echt... Dat kwam echt op een perfecte timing. Echt, holy shit, wat een lekkere game. 11 kills alsnog gehaald, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als je die video leuk vond, vergeet niet zeker even een duimpje omhoog te doen. Dat zou super dope zijn. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want zo blijf je op de hoogte natuurlijk van mijn video's. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.